Voor bijna 700 jaar is deze stad gemaakt om onneembaar te zijn. Een militaire mijlpaal al sinds de middeleeuwen. De vestingwerken van Naarden en de Waterlinie waren zo geavanceerd dat zelfs Napoleon dit gebied essentieel vond om zijn rijk te verdedigen. Maar de vraag is natuurlijk, hoe dan? Hoe kan een stad die eigenlijk makkelijk over te nemen was met 400 man, uitgegroeid zijn tot een van de best verdedigde steden van 1600 tot 1900? Hallo, mijn naam is Wander en ik ben jullie tourgids voor het komende kwartier. En welkom in de prachtige vestingstad van Naarden. Als je het op zou zoeken op het internet, dan zou je erachter komen dat Naarden is gesticht in 1350. Dit is echter niet zo, want voor die tijd was er al een stad genaamd Naarden. Hij lag een beetje iets verder naar het oosten van hier. Alleen, in een regionaal conflict was hij eigenlijk compleet verwoest. Dus had graaf Willem V van Holland besloten om de stad gewoon ergens anders te bouwen. Maar waarom hier? We staan hier nu bij de Utrechtse poort. Aan de andere kant van de stad, daar heb je de Amsterdamse poort. En hieruit kun je precies herleiden waarom de stad hier naartoe is verplaatst. Want het oude Naarden dat liep precies op de weg tussen Utrecht en Amsterdam. Stel nou, een leger uit Frankrijk of Pruisen neemt Utrecht over op een supergewelddadige en bloedige wijze. Het laatste wat je dan zou willen is dat het leger dan zou door kunnen marcheren zonder problemen naar Amsterdam om hetzelfde te doen. En dat is waarom Naarden hier staat. Dat was een goed plan als je je verdediging op orde hebt. In theorie. Maar in de praktijk pakte dat anders uit. Want in 1572, de 80-jarige oorlog, kwamen hier wat Spanjaarden langs. Die kwamen even rondkijken en daarna kwamen ze met nog 400 man. Hadden ze de volledige mannelijke bevolking van Naarden gevraagd om naar het stadshuis te komen. De mannen die kwamen hier naartoe en toen werden ze allemaal systematisch afgeslacht. Het heette het bloedbad van Naarden. Dat was een ramp. En dat gebeurde hier. In het Spaanse huis. Philips II was op dat moment koning van Spanje, maar ook de baas in Nederland. En de mensen in de Lage Landen, want Nederland bestond toen nog eigenlijk niet, die waren daartegen in opstand gekomen onder leiding van Willem van Oranje. Dat was als een soort rebellenleider, was hij aan het proberen om steden en dorpen mee te krijgen in die strijd tegen Spanje. Dat was nog niet zo heel erg succesvol, totdat de Geuzen Den Briel wisten te veroveren op de Spanjaarden. En dat was eigenlijk het punt waarop de oorlog tegen Spanje echt losging. De graaf van Alba, die plaatsvervanger van Filip II, die liet een leger overkomen naar Nederland toe, naar de Lage Landen, om ze daar eens even flink moores te leren. Er liepen eerst stukken van wat nu België is onder de voet, trokken toen door naar wat nu Nederland is en sloegen daar alles aan puin. En op een gegeven moment staan ze ook voor de poorten van Naarden, want Naarden was een van de plaatsen die zich achter Willem van Oranje hadden geschaard en die dus ook in opstand waren gekomen tegen het Spaanse gezag. Toen dat gigantische leger van die Spanjaarden voor de deur stond, kregen ze toch wel heel erg benauwd. En toen dachten ze bij zichzelf, nou dit is geen goed idee, dit gaan we nooit winnen van zo'n ontzettende overmacht. Misschien is het een beter idee als we ons gewoon overgeven. Die Spanjaarden die waren wel genegen om onderhandelingen te doen. Die zeiden van, nou ja, als jullie je overgeven, dan kunnen we een deeltje met jullie maken. Maar waar het op neerkwam is dat ze toen eigenlijk Naarden gewoon binnen zijn gekomen omdat de mensen uit Naarden zich overgaven. Alle mannen van Naarden werden opgeroepen om naar een centraal punt in Naarden te komen. Het Spaanse huis heet dat nu. Voor vredesbesprekingen. En toen ze daar allemaal waren, toen grepen die Spanjaarden hun zwaarden en die sloegen hun koppen eraf. Dat zijn leuke vredesbesprekingen natuurlijk. Dat nooit meer, dachten ze in Naarden.
En daarom hadden ze ook een gat blauwdrukken gemaakt om de stadsmuren te verbeteren. Dit is hoe Naarden er eerst uitzag. En dit is hoe Naarden er 80 jaar daarna uitzag. Nou, dat lijkt al veel meer op het Naarden wat we nu kennen, toch? Het nieuwe Naarden zou onverdringbaar zijn. Want 100 jaar daarna zat Nederland immers in de Gouden Eeuw. Dus ze konden zich alle verdedigingsmiddelen veroorloven die ze maar wouden. Dus in rampjaar 1672 waren ze goed voorbereid wanneer Lodewijk XIV Utrecht had overgenomen en heel erg zat te kijken naar Amsterdam. In theorie. Sinds de Spanjaarden vertrokken waren in 1572 had Nederland keihard gewerkt om vestingen te bouwen. Maar wat altijd speelt is dat er in Nederland zijn er altijd twee stromingen. De stroming van het verdedigen van het land en de stroming van het geld verdienen. En de stroming van het geld verdienen van de rijke regenten, die had eigenlijk de overhand gekregen en de vestingwerken waren verwaarloosd geraakt. Daardoor kon het Franse leger eigenlijk zomaar binnenlopen. Ja, Louis XIV wilde natuurlijk Holland hebben en dat is uiteindelijk niet gelukt. Ze zijn inderdaad tot Amersfoort, Utrecht en Naarden gekomen, maar daarna is de waterlinie in werking gesteld. En dat heeft de Fransen tegengehouden, waardoor Holland beschermd is gebleven en de Fransen niet verder konden. Maar dat is nog best een heel gevecht geweest, want boeren die hier woonden, die wilden niet dat er zout water uit de Zuiderzee hun landen zou overstromen, want daarmee zou hun land echt onbruikbaar worden. De Fransen, maar ook zelfs boeren, hebben geprobeerd hun land te beschermen door dijken weer dicht te maken. Maar goed, uiteindelijk is die waterlinie er gekomen en die heeft ervoor gezorgd dat de Fransen in de winter van 1672, 1673 niet verder konden. In de oorlog tegen Lodewijk XIV was dus de eerste versie van de oude Hollandse waterlinie ingezet. En dit bleek een heel erg effectieve verdedigingsmethode te zijn. Alleen was het natuurlijk wel jammer dat Naarden daarvoor een jaar onder Franse invloed heeft moeten zitten. En die moesten er daarna ook nog worden uitgetrapt. Stadhouder van Nederland, Willem III, vond wel echt dat het verdedigingssysteem van Naarden een beetje bijgepunt kon worden. Toen de Fransen zelf de vesting binnengekomen zijn, zijn ze zelf al begonnen om een nieuwe vesting te bouwen, om zichzelf weer te verdedigen tegen andere troepen die zouden komen. Dat is al de basis geweest van de vesting zoals die er nu ligt. Daarna is keihard gewerkt aan het herbouwen van die vesting. En die is toen gebouwd met een bepaald idee dat je overal kruisvuur kon aanleggen. En er is een dubbele gracht aangelegd, dat was daarvoor niet. En die dubbele gracht is een extra verdedigingslinie tegen aankomende legers. Waardoor dit een bijna afschrikwekkende werking had en vanaf 1680 is deze vesting toen weer opgeleverd als een hele nieuwe, sterke vesting tegen nieuwe invallen die er daarna niet meer gekomen zijn. Fast forward naar de jaren 90 van 1700, wanneer Frankrijk weer naar de binnen viel. En ook weer was dit zonder slag of stoot. Al is het nu wel wat ingewikkelder, want er was een soort van burgeroorlog tussen wat orangisten en wat patriotten. En de patriotten die hadden de Fransen erbij gehaald en dat was een heel gedoe. En dat maakt eigenlijk niet uit. Wat wel uitmaakt is dat Frankrijk onder Napoleon deze keer nu weer de baas is in Naarden. En hij is hier zelfs ook langs geweest, want zelfs Napoleon was ook geïnteresseerd, net zoals ons, in hoe onze waterlinie werkte. En wie kon dit creatieve verdedigingssysteem nou beter uitleggen dan zijn eigen minister van oorlog, generaal Krajinov. Die tocht die Napoleon hier naar Naarden heeft gemaakt, werd afgesloten met een lunch. En bij die lunch was ook generaal Cornelis Krajinov aanwezig. En Krajinov had één grote passie, dat was de nieuwe waterlinie. Terwijl Napoleon daar was, heeft hij zijn plannen ontvouwd. En Napoleon was daar heel erg enthousiast over en zei, nou, werk dat maar verder uit. En daar is Krajinov ook mee begonnen. Maar nou wordt het interessant, want 2 jaar later keert Napoleon terug uit Rusland. En nou ja, zoals we allemaal weten, heeft hij dat niet gewonnen. Nederland zag dit als een kans voor onafhankelijkheid en nam Naarden weer terug van de Fransen. Alleen is er nu één probleem. Naarden is onneembaar geworden. En de Fransen die lieten de vijand niet zo snel binnen als de Nederlanders. Nou, in 1811 is Napoleon hier in de stad geweest. Hij heeft toen de vestingwerken helemaal bekeken. En hij heeft toen tegen zijn nieuwe commandant, Guitard de Laporte, heeft hij gezegd van deze stad die moet je echt tot de tanden toe bewapenen. Dat is toen ook gebeurd. En dus ook in Naarden bleef Guitard de Laporte bleef lekker zitten. En toen werd eigenlijk de stad Naarden al direct omsingeld. Het duurde tot april 1814 voordat de stad echt helemaal afgegrendeld was. De Nederlandse soldaten hadden wegen afgesloten, zodat ze niet naar buiten konden. Maar zij konden dat hele beleg konden ze prima doorstaan. De Fransen hebben er nog regelmatig uitvallen kunnen doen.
en hun voedsel kunnen aanvullen. Ook qua munitie en qua kanonskogels en kanonnen en dergelijke waren ze gewoon ontzettend goed voorzien. Maar de Nederlanders begonnen toen de stad te bombarderen. Continu, twee nachten lang. De stad is toen behoorlijk beschadigd geraakt. En toen heeft de bevolking het wel zwaar gehad, maar er zijn eigenlijk geen doden gevallen. Want ook zij konden schuilen in de kazematten. Dat zijn eigenlijk bomvrije ruimtes, diep onder de grond. Waardoor eigenlijk de kanonskogels daar niet konden komen. Ze hebben dus wel in angst gezeten, maar qua gevaar viel het wel mee. Ja, Napoleon die zat in Frankrijk, was natuurlijk eigenlijk net verslagen. En was dus absoluut niet in staat om hulptroepen te sturen naar de bezette gebieden. Nou, toen kwam er een majoor uit Frankrijk en die zei tegen Guitard de Laporte van jongen, Napoleon is niet meer, je kunt dus naar huis. Alleen Guitard de Laporte was nogal een wantrouwig mannetje. Dus die is eerst naar Haarlem geweest. En toen hebben ze daar inderdaad geconstateerd dat de Fransen inderdaad allemaal aan het terugtrekken waren. En toen is dus het Franse leger uit de stad Naarden met wapperende vaandels de stad uitgetrokken. Nadat dus de Fransen hier verdreven waren en wij een nieuwe koning kregen, heeft koning Willem I eigenlijk Krajnhof de finale opdracht gegeven om de nieuwe waterlinie te bouwen. Maar het is dus allemaal wel een beetje begonnen in Naarden. Hij heeft een heleboel nieuwe toevoegingen gedaan aan de waterlinie. Hij heeft Utrecht eraan toegevoegd en daar een heleboel forten omheen gebouwd. Hij heeft ook de forten van de oude waterlinie aangepast, zoals die van Naarden. Zo heeft hij nieuwe kazernes gebouwd en de kazematten beschikbaar gemaakt om mortieren mee af te kunnen vuren. Nieuwe bomvrije ruimtes en arsenalen om kogels en wapens in te bewaren enzovoort. Het enige probleem was dat sinds Napoleon bijna niemand Nederland meer binnenviel. Dus, tegen de tijd dat de linie werd afgemaakt, en dat duurde zo'n 80 jaar, werd het al geclassificeerd door de overheid als niet langer een militaire functie. Nou, was Nederland nog een keer binnengevallen, maar dat was door de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog. En in die tijd waren de vliegtuigen al lang uitgevonden. Dus nou ja, dan kan je wel de boel onder water zetten, maar dat heeft niet zoveel zin. Dus dan hoor ik je denken, was het überhaupt wel waard? Nee, hij was niet nutteloos, want in het verleden heeft hij best gefunctioneerd. En ook de dreiging van de linie was vaak afdoende om niet binnen te vallen. Nederland is, zoals je misschien weet, neutraal gebleven in de Eerste Wereldoorlog, heeft niet meegedaan. Maar dat kwam mede omdat die waterlinie er was. Want dan komen we toch niet bij het belangrijke westen, dus de grote steden, zoals natuurlijk Amsterdam en Den Haag en Rotterdam en zo. En er is voortdurend ook gebouwd, hè, aan de linie. Er zijn bunkers gemaakt, er zijn andere versterkingen gemaakt. Dat is tot aan de Tweede Wereldoorlog doorgegaan. Maar het manier van oorlogsvoeren wordt anders. De waterlinie had na de Tweede Wereldoorlog geen functie meer. Dat was de conclusie van Defensie, omdat aan het begin van de Tweede Wereldoorlog was gebleken dat de bommenwerpers van de Duitsers gewoon over de linie heen vlogen. En vervolgens in de jaren 50 was het iets wat doelloos nog stond. Het waren hele solide forten, zijn het nog steeds. Maar om het systeem intact te houden en alle sluizen te onderhouden en weet ik wat allemaal, dat gebeurde eigenlijk niet meer. En ja, wat moet je dan met zo'n hele linie en zeker met de forten? Dat wist men even niet. Wat we geleerd hebben van de waterlinie, dat is hoe je dingen onder water kunt zetten en met eigen systemen. En dat is nog steeds wel van belang. Het is niet voor niets dat het op de erfgoedlijst van de UNESCO is gekomen. En dus is het heel belangrijk, ook voor de waterlinie, dat was er onderdeel van, om te kijken van wat kunnen we doen, wat zijn nieuwe functies die mogelijk zijn voor de forten en hoe kunnen we dat zo goed mogelijk intact laten zonder dat we nieuwe ontwikkelingen tegenhouden. Dus het is niet alleen maar bewaren, maar het is ook verder kijken om te zien hoe je met de ruimtelijke ordening en inrichting omgaat. En dat is heel nuttig gebleken en ook heeft heel veel enthousiasme opgeleverd. Ja, en ja, het is ook als toeristische linie is het heel belangrijk. Hè? Er wordt heel veel gewandeld en gefietst. Er zijn ook wandel- en fietsroutes. Je kunt echt dagen bezig zijn, ook met overnachtingen bijvoorbeeld in forten. Dus ja hoor, mogelijkheden zat. We doen er dus mee wat we kunnen. Wat ik zelf eigenlijk hiervan concludeer is dat deze stad eigenlijk compleet is bedekt in ironie. En dan bouw je een stad om onneembaar te worden en dan wordt die de hele tijd zonder slag of stoot ingenomen. Dan heb je eindelijk een gevecht in Naarden
En dan wordt hij verdedigd door de Fransen in plaats van de Nederlanders. Dan heb je hem eindelijk gemoderniseerd. Zou je hem eigenlijk gewoon, zeker met een heel erg goede slag, kunnen verdedigen. En dan is hij eigenlijk al verouderd. Dat is ironie. Maar wat maakt Naarden nou echt zo'n mooie stad? Als jij een kaart uit 1300 zou vergelijken met een kaart van nu, dan zou je erachter komen dat de straatjes precies op dezelfde manier lopen. In iedere straat heb jij een huisje met een gebeurtenis uit de 80-jarige oorlog. Maar voor hetzelfde geld loop je een straatje in en daar zit een arsenaal in van de Eerste Wereldoorlog. Deze stad zit boordevol geschiedenis en dat is wat het nou zo mooi maakt voor een geschiedenisnerd zoals ik. Nou, ik weet niet van jullie, maar ik heb dorst. Ik ga een colaatje halen in Nederlands kleinste Albert Heijn.